nemen ze zijn. Zullen we daar afgelopen zien? Wie weet, wil ze een flesje bier? Daar ben ik echt niet voor in de stemming. Och, toch heet er niks boven een lekker flesje hemels bier. Ja, let dan. Maar we zien de speurders. Ik zie Sofie. Dat ik de rotzooi wel opgeruimd daar zie ik. Ja, de rotzooi opgeruimd zeker. Ja, en dat is veranderd. Wat is dat eigenlijk? Is dat zand? Of zaagsel? Ja. De speurders. We zien de speurders. Weet ik ook niet. Misschien die nu al opgehaald is. Dat is ook niet. Nou. Onderhissen. Hè? Karel, hè? Ik dacht dat het in Amsterdam zoet. Ja, je voelde dat ik mee ging, maar ik heb ik op het laatste moment bedacht. Ja, maar goed ook. Ik zeg dit aan Jaap, er is niet super op de grond. Nee, en regisseren kinderen ook niet. Nee. Nee, niet. Ik heb het gevoel dat het ganse volkstheater tegen me is. Nou, er liep zich wel een beetje met hem weg. Ja, als je manier van regisseren sprong ik wel aan, dan vind ik hier wat anders. Ja, maar Carla, de gast heeft al hem nog te inpakken. Ja, ik was voor hem gewoon een tussendoortje. En wie ik me dat realiseerde, heb ik mijn koffer naar de route gepakt. Dat is dan ook heel goed gedaan, weet je. Ja. Ja, volgens Nol was ze een topregisseur. Nou, maar van de regisseur heeft er geen kies van gegeten. Nee. Hij past niet bij ons, Carla. Nee. Denk ze dat ze mij nog in het bestuur wil hebben? Nou, dat is me niet nog gemak. Nou, wat moet ik nou? Rustig afwachten. Rustig. Hallo. Ja. Dag, meest gezag die je me smelden. Wie heeft dat gezag? Mijn pap. Nol? Ja, die vindt dat ik talent heb. Oh, zag die vader dat? Dit kun je wel erg ongelegen verder. Ja, ik moest maar kijken van mijn vaas, dat zag je. Oh, zag je dat? Nou, er veld doet niks te zien, want we hebben niks. Nee, we denken ook niet dat het nog wat buurt. Nee. Moet ik een andere keer terugkomen? Nee, van mij moest ze blijven, joh. Oh, nee, okay. Wie kunt het zo dat die vader van gedachten veranderd is? Dat weet ik ook niet. Dat is wel dukker. Alles kinderen zitten dan. En een heksen in de tas schieten. Dat ken ik. Is dat nou alles wat van die toneelclubje over is gebleven? Zo'n gebroken vrouw? Zo'n manetje van alles en zo'n verwende snoblaag? Ik moet zeggen dat dat niet veel is. Ze bestond 20 jaar. 20 jaar? Nog niks door. Maar de zaak die op zich komt, ze hebben nu echt het absolute dieptepunt bereikt. Wacht, er komen maar andere spelers hier. Misschien is er nog hoop. Nou, Carla, dit je. Dat is de laatste die ik hier verwacht. Ja, dat is een lang verhaal, maar... Bespaardig de meute. Geen interesse. Ah, Sophie. Ah. Als ze de koffie klaar? Ja, heel even wachten. Ik heb echt geen oog toegedaan vandaag. Het spookt me de ganse tijd door de kop, hè. Wie nou verder? Ja, als iemand het moet weten, besteg het. Niks is in het bestuur. Wie moet ik dat weten? Nol is het bestuur. Het inzichtste wat ik weet is dat we hier bij jij moesten komen. Met besteg? Verder, meneer. Ja. Dat is een zoon van Nol. Ik kan even kijken. Zoon van Nol? Oh ja. Waarom Nol? Gezellig. Als bemind bestuurslid, dat is het lef. Niet kieken. Sophie, is de koffie klaar? En wil u sticht allemaal niet zien? Ik ben verder, mevrouw. Verder? Ja, ja, ik... Het is de zoon van Nol, ik kan even kieken. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar, in gezicht staat er oorlog, lachen ze tegen mij. Vind ze het gek? Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik ben er helemaal klaar met het volkstheater. Maar het is toch gekomen. Ja, ik ben nieuwsgierig bij de afloop. Carla, denk je? Dag, Prins. Ik dacht dat ze tegen Amsterdam zo. Maar ik kon ze ook niet missen. Maar weet je wel? Ja, zeker. Ik hoor ze redelijk laat vanaf. Ja, dat zijn ook wel. Weg. Hallo, ken ik te gaan? Daar, ik ben verder. Dat is de zoon van Nol, wat kun je steken doen? Nee, ik kom even kijken. Ik kom even kijken. Oké. Ja. Is dat koffie? Ja, hoor. Heel even gesmakt. Ja, koffie! Zelf geholpen! Dries, waar blijft de rest van ons bestuur? Ja. Die komen straks. En ik kom ook vast vertellen dat vanaf nu de koffie betaald moet worden. En ook de rest van het drankjes kost in het vervolgende euro. Ook dat nog. Wat is dat? Is dat met Nies? Ja.
We zitten zo slecht bij kaas dat we in de recent moeten umbrengen. Wie vindt het? Brie Kalle maar een tas verse munting. Oh, dat is goed, ja. Oh, dat. Oh, dat is wel goed. Alsjeblieft, mevrouw. Dank je wel, attent. En niet liever betalen 2 euro voor de drankjes. Ja. Oh. Ze is niet vriendelijk tegen ons. Dat zeg maar Carla. Ze is niet vriendelijk tegen ons. Nee, dat is een heel lang verhoor verder. Wat een treurige bedoeling. Ach, dat zien ze toch zelf, schuld. Maar wij in de hemel vieren ons eigen feestje. Enige fles bier. Zelf, tichtig subs alsof het water is. Nou, ik zweer dich, hè. In de hemel doen ze water bier. Dat zit volgens niks in. Weet ze dat? Ja. Ja, dat doet er dan maar even. Zeg mensen, nu de spelers allemaal bij je zien, kunnen we net zo goed beginnen met repeteren. Repeteren? Sophie, we hebben niks te repeteren. Ja, waarom probeert je niet zelf wat? Drie, zelf wat maken? Ja. Dat kan toch niet? Waarom dat niet? Je hebt toch ervaring genoeg? Ach, waarom moeten we het dus proberen? Drees, we hebben geen verhol, we hebben geen tekst. Maar ja, tekst, dat moeten ze zelf maar zinnen. Die hebben er genoeg voor gedaan. Ja, gewoon ze dan zelf een stuk maken. Je gaat zelf een stuk maken. Maar zelf een stuk maar schrijven, die geluid in sprookjes. Dit is het! Ja? Dit is het! Een sprookje! Ja, een sprookje, dat moet er niet te moeilijk zien. Ja, dat is het! Ja. Wij maken een sprookje. Een sprookje, dat moet er niet te moeilijk zijn. Ja, iets met een heks of een eenzaam verdrietig meertje. Oh ja, een slagoffer hebben ze dan al. Slag? Een erg verdrietig meertje. Ja, Carla. Maar ja, Carla is er niet weer om mee te spelen. Ze is er al. Dat is een goeie rol voor Carla. Voor mij kan er mee. Ja, maar nu is er de kans om te spelen, Carla. Nee, niet Carla, zo'n beuker. Dat ik toch niet mijn spul. Wie moet dat met doen? Dat beweegt zich wie een slap elastiek. En kijk wat het aan het. Een verlopen hippie. En een puinenkepke hoog. Goed zo. Kijk, je bent echt zo goed bezig. De zusjes die hebben we hier. Nou, maar ik zit wel in het bestuur. Ja, dat is de beurker. Die zusjes, die kregen ruzie met de man. Ja. En een prins. Ja. En een onbekende prins. Ja. Maar dan moeten we ook een prins hebben. Ja. En een prins die nog niet goed gekomen is. Oh, een groot vorst met personeel? Ja. Ja. Ik wil wel een groot vorst. Drees. Ja. En een hofnar. En de Lieske. Lieske en een hofnar met een bel. Oh, ja. Dat heb ik altijd al gewild, hofnar zien. En wij speelt dan die vreselijke heks, die gemeene moeder van die kinder. Dicht, Annie. Dicht, kom snel toe eens bij in de buurt. Ja. Oh, dank je. Heel aardig. Maar dan wil ik wel een maand een beetje tegen me opkijken. Een beetje tegen me beestheid. Dat is nou net wat voor dicht, zeg. Voor mij? Ja. Ik die een maand? Ja. Was dit niet te oud voor mij? Een oude heksel, dat was een groen bleedje. Zet eens dat vruchtje op, maak die meteen een stuk ouder. Kijk eens. Hoppatee. Kijk eens. Goed. Altijd al een oude heks willen hebben. Het grote fantaseren is begonnen. Ja, precies. En fantaseren. En fantasie opbrengen te velonieren niet. Fantaseren en deuren, dat is de velonieren eigen. We beginnen met de grootvorst en de hofnar. Ze verkondigen dat de prins op zoek is naar zijn vrijke. Oh. Dan was je heel goed opletten verder. Je kunt ze heel veel van leren. Oh ja, ja. Dan wordt dat geïmproviseerd. Oké. Uit naam van ons vorstendom en het protocol, doen we kont van het volgend dwingend verzoek. Gezien onze stad, ieder jaar opnieuw geregeerd u door een nieuwe hoogheid. Gezien deze hoogheid en zijn hoedanigheid als heerser tijdens zijn ambtsperiode op uitstekende wijs werd bijgestaan. Door een hofnar en een grootvorst. Ik dacht dit maar 2 dagdeilen per etmo bestriek. Gezien het toestand in de vorm van een partner, het zogenaamde vreukje van de prins, een belangrijke rol heeft in zowel de presentatie als het prinsenbeeld in zijn totaliteit. Gezien het vreukje van de prins de openstaande oren voor een rekening dient te nemen.
Ge zijn de toekomstige prins die onze groot vorst veel ogen heeft, niet in het bezit is van een paarder. Lot staan een vruik. Ja? Weren alle meisjes van Groot Venlo tussen de 18 en 45 jaar ten dringendste genuurd om zich vanavond op de hofbal te presenteren met uw beste wijnkeveur met opgemaakte snoetjes in mooie oventoiletjes. Alleen het allermooiste meisje maakt kans om in het sprankelend leeg van de prins te schitteren. Zegt het volk. En wie is dat de nieuwe prins? Dat wordt vanavond op de hofbal bekend gemaakt. Maar ik kan ook vast een hint geven. Ja? Als de noot aan de man is, ja? Loopt hij met zijn treut vuur op. Huh? Wat zegt de moeder? Daar snap ik helemaal niks van. Mama, ik snap het. Wie zo? Ja. Dat is reclame voor een datingsite. Oh nee. Niet weer zo'n blind date verzoek. Dat vind ik toch niks aan. Kinder, dit is toch kans op de huwelijksmarkt. Ja. Ja, maar ik heb geen zin om alweer een blauwtje te lopen. Nee, die van mij, de vorige, dat had alleen voor zijn verzameling beerpaal. Oh ja. En die van mij voor zijn kranke moeder. En hij buikte er ook nog bij. Kinder, ding is nog. Ja. Een echte Venlose prins. Oh. De kans van nog leven. Hannes. Ja? Zeg dichter eens wat van. Oh, nu ben ik. Ja. Wil mijn hoofd dat niet drijven? Mag dat niks doen? Dat zie je maar gelukkig zien. Nou, en dit heb ik ook helemaal niks. Ja. Kom, dames, aan het werk. Ja. Ik haal eens poetsie schoon, is dat ze blind als ze spelen. Okay. Moeder! Kijk je met de hoop legt, hè? Ik ben hier. Nee, ik een man. Nee, ik. Allemaal tegelijk. Nee, ik. Hey, dit. Lelijk. Ja, Lelijk. Ja. Help me. Oh, nee. Maar dat... Lelijk! Kunt mij niet aan de hoor. En van mijn hoor liest ik ook aan. Ah, kijk met die vettige jatten. Ik ken het niet alleen, maar Lelijk... Denk eraan. Niet in uw gezicht, awesome. Dik zal zich wel erg vies voelen, hè? Vind je nou niet dat wij wel een mooie oventoiletjes aan hebben? Oh, je moet alles als steeds lopen. Hey, moet dat zo, hè? Je hebt getreind en je best vroeg. Onthoud één ding, jong. Volkstheater is nooit leuk. Theater is een en al elend. Dit is toch een volkstheater? Oh ja, volkstheater. Dat gaat over de prins die de prinsenbal opent samen met zijn vreugde. Nou ja, verder vergeef het niet. Wel in veel activa en
wist dan doe er een scheid. Of wist er niks meer op de rekening steken. Oh ja! Ik zou dan staan. Giet aan. De kind staat, Carla. Kom op, stop van de vloer. Ja, Carla, speel ze voor de vloer. Moda. Moda. Moda, mag ik ook nog een bouwen? Ik wil ook sugeren. Moda. Moda. Ik zeg toch nog één keer, nu, Micha, Moda. Ik ben die Moda niet. Dicht is helemaal niks op dat bal te zoeken. Er mag geen schien van kans. En daarbij is er iets of werk staat voor dicht. Ja. Vraag je? Als het kind het geen wilt. En weet ik wat gevraagd? Nee, maar ik dacht... Zes meneer Dinkstig. Loot maar, vader. Ik heb al helemaal geen zin meer. Om het dichtmuur zou ik gewoon lekker thuis blijven, hoor. Ja. En met die perforator confetti maken. Oh, ja. Wat wil je daarbij kunnen strooien? Alles. Ja, Druifje. Wat blijven die schoon? Ja. Oh, ja. Wat ik het zo goed gedaan heb. Nou, het kind er mee door. Ja, trek ze maar aan. Het is goed. Het kind er mee door, dadelijk. Kijk eraan. Ons beste bij het gevoel. Ja, mam. Blijven lachen. Ja, mam. Boksvroet. Ja, mam. Boegen. Ja. Nou, een briefje van 50 tussen die pillen. 100. Oeh, joh. En altijd netjes blijven lopen. Kindermoer, rechterrak. Kom maar, en loop maar. En loop maar. En loop maar. Tina, loop maar. Lelk, als we van over toes komen, is deze ganse doos vol met perforator confetti. Ja, is dit ook wat te doen? Begrepen? Begrepen? Hannes! Ja, Ruifje! Erp deer toch. Het is wel het begin van een echt sprookje wat ze verzonnen hebben. Ja, ja, vooral met de vastelovend prins erbij. Een echt sprookjesfiguur. Ja. Die begint wel geen sprookje met het fruikje van de prins te zien. Nee, dan moesten met vastelovend maar bij je toes komen. Hè. De prins is te hard op en de fruikje blijft met allemaal de rotzooi zitten. Ja. Wil ze nog een flesje bier? Maar... Weet ze maar ze thuis? Nee. Geef me trouwens bij ons een Engelske. De slap wel water hebben we nu al genoeg gedronken. Een Engelske. Ik vind dit niet leuk meer. Erg, ze hebben die aan het kast. Ja, moet ik dat allemaal even met Geer laten komen dan? Maar ja, vanaf nu was ze de regie in eigen hand nemen, Carla. Kom op, lief meisje, de kind staat. De kind staat, Carla. Ja, echt. Verkleed. Serieus. Verkleed. 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 Ik wil hem wel eens zien. Zonder regisseur. Ja. Ze doet het zelf.
En wie heeft het goud gevonden? Ja, Nemus. Nemus? Nemus. En daarom ben je allemaal. Toch kan ik geen verantwoording voor afnemen. Dat hoop ik niet. Dat denk ik niet. Dat niet! Goed zo! Goed zo! Dat is een bestuursaangelegenheid. We moeten het heren alle spullers maar kunnen doen en laten wat ze willen. Volkstheater, theater van het volk nog. Ik ben wel het verdiend, ja. Ik wil dat wel eens zien wat er gaat gebeuren met het sprookje. Maar zonder mij, hoi! Hé nou! Ja! Hoi! Oh, wat spannend zeg, het sprookje. Ja. Mag ik ook meedoen aan het sprookje? Ja, ja, ja. Oké, ik heb deze van hem. Kijk, mens. Oké. Waarom? Nou, spannend hier. Ja. Een zo grote getale op deze buitengewone hofbal en deze buitengewone balzaal ziet afgekomen. Kosten nog moeite zijn gespaard om deze prachtige zaal om te toveren tot onze eigen riek gedecoreerde kieperen en een hofbal waardig. En een hofbal waarin de mooiste meisjes van Venlo zich presenteren aan onze toekomstige hoogheid. En als ik mijn oog door de zaal laat gaan,
dan zie ik de allercharmantste kandidaten die een grote kans maken het uitverkoren vruiken van de prins te weren. Maar u mocht niet langer in spanning te loten, presenteer ik ook hé, onge nieuwe prins. Dames, geduld, geduld. Pas als de prins zien vruiken gekozen heeft, zal hij voor het voetlicht treden. Maar ik kan nog een tweede hand geven. Zijn talenten liggen op het terrein van de Uul. De Uul? Is er een gewend? Nee. Of een wieze man. Het moet een wieze man zien. Ad Roes! Ja! Het is Ad Roes, ik weet het zeker, Ad Roes! Het grote prinsenrooi is begonnen. Ja. Ik zet mijn geld in op Pedro Jansen. Ja! Die binnenkomst hebben alle kandidaten een nummertje gekregen. Mug ik kandidaat nummer 1 naar voren roepen? Nummer 1 is aan de beurt. Dat ben ik! Ik ben nummer 1! En wie is uw naam? Wilhelmina Uvretpeert. Hoe is het grappig? Mevrouw Uvretpeert, waar kom je vandaan? De Roemotoren, meneer. Groetvors. De Roemotoren, meneer Grootvors. Je weet wel, de wolkenkratzer aan de Maas, waar mensen wonen die hebben het gewone Venlose volk neerkieken. En wie is ook vader en wie is ook moeder? Mijn vader is Jan, Jan aan de grond. Aan de grond? Wie kent je dan over het peert heiten? Omdat ik naar mijn moeder red, want mijn moeder zegt dat over het peert veel chiquer is. Dat klopt. Over het peert heeft zoveel meer allure als aan de grond. Ja, ja. En wie ziet je dan? Ik ben barones Eugenie Uvretpeert. Goed, mejuffrouw Uvretpeert. Waarom ziet gij het juiste vruiken voor onze nieuwe hoerigheid? Waarom? Omdat ik een zeer aantrekkelijke verschijning ben, waar de prins zich zonder schaamte mij kan vertoonen. Ik zal in aanzien, de prins zal in aanzien stijgen met mij aanzien zien. Daarbij ben ik op de hoogte van alle etiketten. En eet ik met mensen verkeerd! Is dat alles? Nee. Ik kan ook heerlijk koken en ik stoon garant voor de inwendige mens. En zeker voor de inwendige prins. Ja, dat is mijn grootste wens. Ja. Oh, dat riep. Prins, mens, wens. Oh, daar zit een liedje. Van de prins en de prins. Ja, dat liedje kennen we al. Dank je. Volgende, nummer 2. Nummer 2. Ik ben nummer 2. Ik ben als leven al nummer 2. Stina, we hadden allemaal gezien dat Stig nummer 3 had gekregen. Druk en wacht op die beurt. Doe dan. Ziet je eruit? Ja. Wie is uw naam? Josefina Uvretpeert. Ah, ziet je zusters? Ja, meneer de Grootdinges. Grootvors? Ja, meneer de Grootvors. Nou, dat bespaart me te vragen in, nog ook vader en moeder. Al werd ze op vandaag nooit meer wie de stambuim precies in eind zit. Nou, als je per se wil weten, mijn vader is Joep Stoeperand. Niet dezelfde vader? Nee, rood me er niet van. Ik kost me verbeteren. Stoeperand had veel meer aan de veuters aan de grond. Goed, mejuffrouw... Josefina Uvretpeert. Mejuffrouw Josefina Uvretpeert, waarom ziet gij het juiste vruiken voor onze toekomstige hoerigheid? Omdat ik heel goed kan kussen. Kussen? Is dat ook inzichtste verdienste? Nou, me dunk. Als vruiken van de prins moest ze heel goed kunnen kussen. En ik ben niet een kind. Als ik moet, dan kus ik alle Venlose manskerels. Nou, dat liet me overdreven. Dat is een beetje te veel van het goeie. Overdreven? Weet je wel wie geert de Venlose mannen het vruiken van de prinsen kussen? Als een magneet! Alles blijft aan die plekken. En dat genikte vond ik heel goed, de plekken. Ik heb maar één doel. En dat is een gooike smoel. Oh, het
Ja, dank. Volgende, nummer 3. Ik ken het wel voor me, dat zit geen de eerste. Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Volgende. Volgende. Wie is zogenaamd? Christina. Christina over het Peert. Ik ben zuster van Mina en Fina en mijn papa en Piet. Piet Soepengreun. Ook een derde man? Mijn derde man, ja. En ik moest me weer verbeteren. Piet Soepengreun had de staatslotterie gewonnen. Ja. Ja, goed voor een paar miljoen. Ja. Maar hij had een duur hobby. Golven met zijn vrienden. Ja. En binnen een paar mond had hij zijn ganse kapitaal erheen gejaagd. En ik... toen ziet je maar weer gescheiden. Nee. Toen word ik voor de derde keer wetvrouw. Ja. Oh, dat duidt me leid. Kom, maar dat kost heel weinig moeite, hè? Ja. Goed, mevrouw Uverepeert. Christina Uverepeert. Christina Uverepeert, ja. Waarom ziet gij het juiste vruikje voor onze prins? Omdat ik wel een goed stel hersens heb en een goddelijk liefje. En dat is zeer zeldzaam. Ik heb niet alleen hoor op de kop, maar ook op de tand. Ik weer geer gezien in hoerige kringen. Ik ken dan hoes, bij ons vorstelijk hoes. En mug Willem tegen Alexander zeggen. Tegen onze burgervader mug ik Twanny zeggen. In Venlo moet ik de manskerels van mij afhouden. En door hem geef ik deze prins één kans. Één kans voor een chance. Weet je dat, man? Ook ik in riemen. Één kans voor een chance. Yes. Dankjewel. Volgende. Nummer 4. Eerste deed. Volgende. Oh, wacht even. Ja, dat ik er toch ben. Maar, ben ik ook nog wel een kans geworden? Ik heb ook alles in hoes voor een volwaardig fruiken voor de prins te kunnen zien. Mevrouw, we zien op zoek nog een jeugdig exemplaar. Gem al de taart. In het hart van een al de taart zit nog altijd het lekkerste stuk. Het tijste stuk. Oh, wat moest tegen een volgen vreten diep in nek? Alles, zeg er eens wat van. De ballenas is geen oude taart. Het is meer een oud gebakje. Alles, een vieux patisserie. Nummer 4. Volgende, nummer 4. Weer tot nummer 4. Neem eens nummer 4. Neem eens nummer 4. Dan hoop ik dat de prins in al zijn wijsheid zijn keus het kunnen maken. Gerog aandag voor de keus van onze hoerigheid. Hoerigheid. Alsjeblieft, er is nog een meidje, och zo lief. Deze leeftallige kandidaat zijn achter het gordijn voor och paraat. Kom maar, schoonheid, nodig zien. Grootvorst, ik ben zo vrij. Waar kreeg ze de nummertjes heen? De veiling is afgelopen. Ik ken het nog. Ja. Geef alsjeblieft die juffrouw een nummertje, want de keus, wie snel, is bijzonder mager. Dat is niet eerlijk, dit misbruik zal wel moet het protocol. Ja, nou, die nemen rol wel erg serieus. Ja, maar dat is nou echt, dan volkstheater Frans die rol altijd serieus nemen. Heb ik ook altijd gedaan. Ja, dat dacht ik, ja. Ja? Ik ben het protocol. Ja. Geef die juffrouw een nummertje. Ja. Oh, kom op, hé. Wie is uw naam? Juliette. Juliette Lichtenveld. Ja? Lichtenveld? Hannes! Ja, terug. Doe het stik ook. Ja, dat klopt. Wat zit je meer van? Ja, niks van. Ongeveer de man? Ongeveer de man. Ik dacht, nou, nu heb ik mijn keuze gemaakt, joh. Hij bracht een dochter mee, die cartoes, fijn van pas. Ja. Maar serieus, kijk hem daar staan. Ja. Kijk hem daar staan, dan geef ze toch geen stuvel voor. Nee. Het is net te veel de slappe was zit, want anders... Nee. Mejuffrouw Lichtenveld, waarom zult gij het juiste vruikje zien voor onze nieuwe hoerigheid? Ik weet niet of ik het juiste vruikje ben. Nee. Wat ik wou weten is dat alles in het leven de liefde draait. En de liefde moet van twee kanten komen. De liefde die van mijn ene kant komt, die draait meestal oer op een mislukking. Nee, Gatsie, ik ben niet goed. Wat een gezellig.
is, Juliette, en dat is echt de mooiste bis. En die dat niet zo te steken blind, dit prachtig meidje is het knapste kind. Ja, maar ik wil mijn liefde wel geven, maar ik wil weten aan wie. Dat, mejuffrouw Lichtenveld, gijt niet. Dat is tegen het protocol. De prins maakt zijn keus en pas dan huurt hij bekend. Ik hoop dat de keus op een ander veld. Net de prins van Lilleke, meetjes helpt. Want als ik beneden mijn gevoel vergis, is Juliette de mooiste wat mij is. En straks geef ik af voor ik verliefd op ben aan Hemus. Ik ga niet, kind. Och, Gerard, dat heb ik leid. Nou, maar pas voor leven, nou, we horen de liefde kwijt. Och, wat? Als het toch een beetje een kerel is, laat dan die meisje toch niet afnemen. Nou, maar die schillen zich wel, die schillen zich zeker 20 jaar. Ja, maar dat moet. Oh, wat goed, je improviseert. Dank je. Ja, een echte paas, ja, alsjeblieft. Dank zoveel dan. Maar dan een kerel. Ja, zo ja. Dan is hij dat meisje toch niet van de wagen pakken. Nee, nee. De optoneel moet alles kennen. Kon ik verleren of kon ik winnen? Ik moet sterk zien en heel wat mans. En met twee handen griepen, deze prins. Ik huur net dat de prins zijn keus gemak heeft. Het fruitje van de prins 2023 is... Het fruitje van de prins 2023 is... Juliette Lichtenveld! Juliette is nu onder je keus van de prins. Ja, gerechtigheid. Ja, dat zal ik niet eerst de keus zien geweest. Och, kwats. Daar ben ik veel te oud voor. En een baby leven in de hemel. We hebben op eerst niks meer verloren. Dat is toch een elske? Dit is chantage. Lilleke chantage. Ik tijd te bezworen. Dat is niet eerlijk gewond. Ja, Candy zegt dichter eens wat van. Candy Alt de mond niet haalde. Ja. Wat voor zeven van onze groot was morgenochtend op wiezen. Dat ging een man op de Pias. Ja. Nou, liever in een pias. Je weet dat het in een pias is, dan zo'n oude lelijke taart die mij dat zich nog wat verstelt. Hannes, hou hem. Je kan geloven, die houdt druk. Mag maar geen zeug, je hebt al genoeg geleden met zo'n oude heks als wederhelft. Meidjes, wie gewoon, we hebben hier niks te zeuken meer. Ja, ja. Een hoeggevallen grimmes. Ja, en mijn prins dan? Dat de prins te mij beloofd was. Ja, de prins is het gaat niet weer om zich te verschuilen achter mijn verblendende schoonheid. Nee. Zo is het maar net. Komt dat we deze afschuwelijke hofbal verloten. Ja, ja. En mijn meid van dat ik buiten met een valse loeder is aan. Het zou wel zo'n golddigger zien, wat alleen maar goed is op zijn centen. Ja, ja. Achter dat lelijk liefje zal ook wel een lelijk gezicht zitten. Ja. Je begint meer op het echte leven te lieken, Frans. Dat zeg ik toch, volkstheater. Mejuffrouw Lichtenveld, mag ik ook vragen te demaskeren, zodat we kunnen zien op waar de keus van onze prins gevallen is? Maar ik heb nog niet gekozen. Ja. Ik weet net zo min met mijn goed verkoren prins. Ja. Dennis tegen het protocol. Ja. In het prinsdom staat de man op de eerste plaats. Ja. Dus, juffrouw Lichtenveld, masker af. Ja, maar ik heb helemaal niks te maken met och protocol. En ik luister al gaande naar een witte oude man. Eerst het gedien op. Ik huur net dat de prins in al zijn wijsheid voor deze ene rotte kier besloten heeft van het protocol af te wieken. Hij wil zich bekendmaken. Onze nieuwigheid is een grootmeester in het aansturen van onwillige organisaties. Hij is souschef bij koorclub De Golden Bolleppel. Hij is kind aan hoes bij het Minuïs Theater. Minuïs. En hij raakt mij en dan verstrikt in zijn eigen netwerk. Dames en heren, ik presenteer ook onze hoerigheid 2023, Prins Nol de Eerste. En als prins en heerser van dit riek draag ik mijn prinsenriek over aan Jaap Storm!
vanavond. Wat komt hij aan vanavond? Ja, hier schuil even op de ganse Vennense bevolking nu zijn eentje Prins Carnaval. De prinsendans had hem gewoon onder de knie. Het stinkt met je vlieg nou. Ja, dat gaat zomaar niet. Oh jawel, dat stond gewoon in het protocol. En het protocol is heilig. En het protocol kan nog een lieve weer aangepast. Hartstikke idee. Wacht, we hebben het met z'n allen afgesproken te improviseren. Ja. Dus alles is mogelijk. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Oké. Je kunt ze nog een keer op z'n piek. Ja, dat weet ik niet. Ik heb ze maar even gehad. Nou, dan moet je het zelf maar weten. Ja. Afgedaald uit het hoge, zonnige noorden. Opgegroeid met water, vuur, eert en koude log. Hij is voor ook Prins Jaap de laatste. Dames, dames, op ons is de keus niet gevallen. Dames. Halt haastig. Geef de prins prima. Dan vroeg ik nou ook aandacht voor de proclamatie van Jaap de laatste. Lief onderdanen, de wind wijdt uit de goeie richting. Mijn grootste wens is uitgekomen. In Venlo truc komen als ongeheerser. Het is voor mij, maar vooral voor och een goed eer dat ik och prins mag zien. Ik ben blij dat ik het fruiken van mijn druimen heb uitgekozen. Het groenste fruiken van Venlo. Het groenste fruiken van deze ganse eert. En hier is ons spreuk. Het leven is een groot theater. Leven een groot theater. In de lucht. Lucht. Het is eert. Eert. En onder water. Water. Toffel zeggen we met passie. Passie. En vervuur. Voor de schoonste klanken. Schoonste klanken. En de juiste kleur. Juiste kleur. Hoe we liever nog die patatenzak. Ja. Dan wil ik nou Jaap vragen. Jaap de laatste. Om de hoofdbal te openen. Moeder, dat is dat lelijk, moeder. Ah, zusje, maar ik wist wel. Dat lelijk in onze grazen genomen. Wat moest ik? Dicht, juist toe ze de kelder. Hannes, ja, druifje. Als dat kind van niks beter in de gaten al. Die gelijk laat ons even voor de vuut. Ja, niet alleen voor de vuut, maar ook voor een krombeen. Ik schreeuw een griek gezegd. Hannes? Ja, druifje. Theater van het volk. Dit reed doet dat in de groet en hebel. De sluis is afgelopen. Ik heb genoeg gezien. En ik ben hier gesteld. Zo waren het leven. Zo is het leven. Het leven is één groot theater. Ja, ik denk dat ze gelijk is. Het leven is net een sprookje. En sprookjes, die laten ons in een spiegel kijken. Ja. En wat ze zus is dat de mensen nog eerder een dag het beste van proberen te maken. Maar dat het ook uitdraait in een grote chaos. Met de beste bedoelingen maken ze er een puinhoop van. Ja. En dat is volkstheater, Frans. Ja, klopt. Zeg maar, wie moet er gewoon? Want Funt van Grens van de Zevende Hemel een cafeetje gevonden waar ze Venlo's Alp vertappen. Zoals ze denken dat ze nog binnenkomt. Als zich mis mij naar binnen moet ik het zeer zeker. Hè? Veel te proberen. Ja. Toch nog een happy year. Zeker. Kom, begon. Ja. Wie wonderlijk, de dunne tweejaar, en hoe
niks, iets nieuws ontsteed. De schriever heeft in al zijn wijsheid. Mijn liefstuk wordt in werk gedraaid. Daar gaat het knetteren van ideeën. Bij de regie en bij het decor. Maar ook de kleding en de smink. Demaskeer, dat is begonnen.